De Surinaamse luchtvaartmaatschappij heeft per 1 september 2019 een nieuwe directeur. De heer Rajesh Rajkumar geeft per die datum leiding aan de vertrouwde vleugels. Met hem praten we over een aantal ontwikkelingen binnen het bedrijf. Directeur, u bent aangetreden op 1 september van dit jaar als de nieuwe leidinggevende van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. Hoe zijn de eerste weken tot nu toe verlopen? Nou, de eerste weken zijn goed verlopen. Ik ben persoonlijk langs geweest naar alle afdelingen, ook hier op het hoofdkantoor, het stadskantoor, zeg maar, het reisbureau. En ook op de luchthaven, daar praat ik over de afhandelaar, catering en de vracht. Heb ik een persoonlijk bezoekje gebracht, omdat ik het eigenlijk ook... Ja, ik kom van de luchtvaart, dat is sowieso, het is al bekend bij iedereen. Maar ik wou het zelf even meemaken hoe de organisatiestructuur eigenlijk in elkaar zit binnen de SLM. Vandaar dat ik persoonlijk de bezoekjes heb afgelegd. Ik stel me zo voor dat u een aantal dingen heeft waargenomen. Zijn er zaken waarvan u zegt van nou, daar kan wat verbetering in komen? Ja, zeker. Vooral op Zanderij sowieso, waar zeg maar de units van de SLM zijn. De synergie tussen de units moet beter opgepakt worden, sowieso. Het ICT-gedeelte, sowieso. Op het hoofdkantoor, vooral de communicatie is heel belangrijk. Daar heb ik ook snel ook gevraagd om een betere communicatiestructuur binnen het bedrijf moet worden opgezet. Ik heb ook twee communicatiedeskundigen met mij, die dat ook mee helpen opzetten. En ja, dat gaat goed. Dat loopt al goed. En vooral het IT-gebeuren, het ICT-gebeuren binnen de bedrijven, zeg maar de units en het hoofdkantoor, daar heb ik ook al zicht gehad en ook bepaalde implementaties zijn nu in uitvoering. Mm-hmm. Heeft u een tijdspad voor uitgetrokken van nou binnen zoveel tijd moet ik die verbeteringen waarnemen? Ja, zeker, want dat is bij mij aantreden. Heb ik het gelijk, want ik ben iemand die echt, soms loop ik een beetje te snel, maar ik wil het zo snel mogelijk geïmplementeerd hebben. Of ze zijn er nu mee bezig, wat ik eerder zei. Binnen nu in december moeten al heel veel dingen al waargenomen worden van hey, dit is een nieuw SLM, een nieuw horizon. Dus SLM is nu in een transitiefase en dat wil ik zo snel mogelijk al zichtbaar laten worden. De aandeelhouder heeft u aangetrokken om Suriname Airways te leiden. Ja. Het betekent dat men vertrouwen heeft. Wat is de grootste opdracht vanuit de aandeelhouder naar u toe? De grootste opdracht is om SLM zo snel mogelijk als een verbetering, sowieso de financiële positie, beter te maken. Ik zeg het beter te maken, omdat ik heb de financiële positie ook bekeken. Ik heb alle cijfers ook gekeken. Nou, gezien de financiële positie is SLM nu in een zwaar weer, noem ik het. Laat me het heel mooi verwoorden. Niet slecht, maar in een zwaar weer. Waar natuurlijk veel verbetering moet worden gedaan. Ten eerste, de cashflow hou ik elke dag bij. Laat ik elke dag bijhouden. Dat is voor mij belangrijk. Waar nodig worden er aanpassingen gedaan. En zeg maar het bedrijf, we zijn nu bezig met, het is al bekend. Dat is een stukje communicatie ook. Ik heb het al aan buiten gebracht dat de Boeing 777 die komt eraan. De leasecontract is al getekend. We werken hard eraan om onze ETOP certificering binnen een bepaalde tijdspad te krijgen. Alle SLM'ers zetten hun schouders eronder. Dat kan ik wel meegeven. En men heeft echt de zin om het te doen. Dus men zit er zeer positief over, alle SLM'ers, waar ben ik heel blij mee om. Ik heb persoonlijk de stukken ook doorgenomen, dit is mijn derde week denk ik, als ik me niet vergis. En ja, ik sta achter de 777, laat dat ook duidelijk zijn. Ik ben een Boeing-fan, vanaf jongs af vond ik, ben ik Boeing-fan, ook bij mijn vorige werkgever altijd Boeing. En ik ben blij dat die 777 de keuze is gevallen voor mijn tijd. Voor die 777. En wij gaan ervoor. Hij komt eraan nogmaals. Het is al getekend en nu zijn zeg maar de papieren, de certificering, dat proces loopt. De
piloten die zijn ook naar, voor de training, dus stap voor stap wordt dat geïmplementeerd. Even terugkomen op de keuze tussen Boeing en ja. Airbus. Uiteindelijk is gekozen voor de Boeing. Ja. Maar concreet, is hij zuiniger? Hij is zuiniger sowieso, wat de Airbus betreft, vergeleken met de Airbus. Hij is zuiniger. Plus, hij is een cash cow. Men noemt het in de luchtvaart een cash cow. Dus is een verdiener. En qua vracht vooral, vrachtcapaciteit is veel groter. Hij heeft ook, wat men noemt, de exporteurs weten dat ook, dat hij een temperatuurmeter in de vrachtruimte heeft waarbij bepaalde producten gewoon meegevoerd kunnen worden, wat met de Airbus niet was. Want ik bij de vrachtafdeling ook langsliep en dan vroegen ze me ook van, meneer de directeur, denkt u ook aan de vracht en zo? Ik zei, natuurlijk denk ik aan de vracht. Ik kom van de luchtvaart. Ik weet precies dat je met de vracht heel veel kan verdienen. Niet alleen maar met de passagier. En daarvoor is die 777 het geschikte machine voor deze route. Ja. U noemde een term, ETOP certificering. Wat moet ik daar? Ja, ETOP certificering is de SLM, is een luchtvaartbedrijf die geen ETOPs heeft. ETOPs houdt in dat je met twee motoren 180 minuten vanuit een bepaalde plek kan vliegen zonder als er enige problemen zijn. En daarvoor heb je een certificering nodig. SLM heeft dat niet, straks wel, nadat het gecertificeerd is met CASA's en Boeing erbij, die samen het werk verrichten. En dan zijn wij, zeg maar, ETOP gecertificeerd, ja. Dan kunnen wij ook met de twee motoren, heel simpel om het even een beetje begrijpend te taal te zetten, met twee motoren kunnen we met gemak de oceaan over. Dat is ETOP certificering. Ja. U noemde wat partners daarnet. Hoe is die samenwerking tussen SLM, de overheid en natuurlijk ook luchthavenbeheer? Jullie zijn dagelijks bezig. Ja, met de overheid goed. Ik heb constant ook één op één communicatie met de overheid. Ik krijg ook de volledige medewerking, hoor. Laat me dat even duidelijk zeggen. Want de overheid wil ook dat SLM in positieve cijfers terecht moet komen. SLM moet gewoon een bedrijf zijn die zijn eigen huishouding moet doen, als ik het zo moet zeggen. En daar staat de overheid achter. En ik ook natuurlijk. En met de andere partners, de SGS ook. Heel goede samenwerking. Ik heb ze één voor één echt bezocht. Ik zie veel potentie daar, sowieso. En natuurlijk veel verbeteringen. Verbeteringen in die zin van dat de synergie, dus de samenwerking tussen die units veel sneller, efficiënter en beter kan. En over partners gesproken, ook buiten SLM om partners, luchtvaartmaatschappijen, ben ik nu al bezig om partnership. Want ik zeg altijd, een eendaagse vlieger is een doodvlieger. Dat is mijn motto, dat kent men uit de luchtvaart ook. En ik ben ook bezig partnership met andere maatschappijen. Inmiddels heb ik ook al een paar aanvragen binnengekregen die wij uitwerken en het één op één ook bekijken of het goed is voor de SLM natuurlijk en ook voor de partner. Dus het aantal routes zal uitgebreid worden? Ja, het aantal routes. We zijn nu al bezig. Ik heb bepaalde routes in samenspraak met zeg maar, de operations. Hebben we bekeken en hebben we versneld al in de winter schedules. Hebben we een paar wijzigingen gedaan. We hebben vanuit Georgetown is heel erg belangrijk voor ons ook. Daar hebben we extra capaciteit opgevoerd. En ook rechtstreeks vanuit Paramaribo naar Miami hebben we ook extra capaciteit. Dus je speelt eigenlijk in op de vraag, hè, van de markt. En dat wil ik heel snel ook oppakken. En ik heb ze ook gevraagd om het maandelijks te monitoren. Want eigenlijk is het meer wat de passagier wil. Want je moet eigenlijk inspelen op de passagier. En dat doen we nu. Dus vandaar dat ook versneld de routes een beetje zijn aangepast. En met Belem ben ik bezig met een partner daar ook. Dus het loopt. Het loopt lekker. Komen er, los van de traditionele routes, komen er echt nieuwe bij? Ja, er komen nieuwe bij. Dat hou ik nog een beetje als een verrassing, maar er komen wel nieuwe bij. Het zijn al geïdentificeerd, laat me dat zo. Er is een feasibility studie al gemaakt, ik heb het al doorgenomen, ik sta erachter ook. Dus er gaan zeker nieuwe routes bij komen. Maar dat gaat ook af van, zodra die 777 binnen is, kunnen we hem ook een beetje
beter inzetten voor die routes. Vandaar dat ik even wacht met die 777. Zodra hij binnenkomt, het is ook echt, iedereen wacht erop. Zodra die er is, dan gaan wij shooten. U zei eerder in het interview, directeur, dat u een aantal afdelingen hebt bezocht. Er zijn ook visies om het bedrijf, zeg maar, naar grotere hoogte te sturen. Ja. Maar één aspect is de service. Ja, klopt. Ik zei het ook eerder. Ik heb, zeg maar, de SGS, dat is Psanderij. Dat is eigenlijk waar ingecheckt wordt, laat me het een beetje makkelijker maken voor iedereen. Ja, de service daar laat wel te wensen over. En daar heb ik al gesprekken mee met de manager van de SGS om dat op te voeren. Want ik vind dat service heel erg belangrijk is. Dat geeft eigenlijk je ook je visitekaart in die zin. Als je daar binnenkomt van het bedrijf. En men let heel erg daarop. De passagiers van nu, die wil een goede service hebben. Ik ken dat ook vanuit mijn positie. En men zegt altijd een tevreden klant telt voor twee. Dus de service moet sowieso, het wordt ook al aangepakt. Dus dat is wel zo. Maar toch, wat mij echt bezighoudt, is dat van het uitbreiden van de vluchtroutes die er zijn. U noemde Georgetown, maar ja, ik heb genoemd proef dat er nog meer is. Ja, ik heb genoemd dat er extra capaciteit op Georgetown komt. Omdat men weet hoe dat Guyana echt booming nu is. En wij willen graag daarop inspelen. Dat kunnen wij ook een graantje mee pikken natuurlijk. Daarom een extra capaciteit op Georgetown naar Miami toe. En vanaf 22 november op de vrijdag gaan wij rechtstreeks naar Miami vanuit Paramaribo. Dus dat is ook een extra voor de Surinamers die een shopping willen doen in Miami. Kunnen ze vrijdag naar Miami gaan, ze komen dezelfde dag aan. En het zijn van die goede tijden in die zin van men komt, vertrekt hier ik denk om 10:00 en men is 1:00 al in Miami. Ik bedoel, dat is snel. Dus kunnen we lekker shoppen en dan via Georgetown weer terug of hoe ze weer de volgende, want het is om de ene week. En dan kunnen ze de volgende week weer terug naar Miami. Dus van hun af. Die tussenstop op Aruba komt weg te vallen? De tussenstop van Aruba komt te vervallen. Ja, omdat de tussenstop van Aruba, waarom we daar hebben, en dat bedoel ik ook, we passen de schema's ook aan de behoeften van de passagiers ook. En we zagen dat wat minder is geworden, maar onze Aruba-route, dus naar Aruba, die blijft gewoon. Want mensen hebben me ook gebeld, ja, Aruba. Nee, Aruba blijft. Maar alleen gaat u rechtstreeks naar Aruba en dan komt u weer rechtstreeks terug vanuit Aruba. Het gaat niet verder naar Miami. Dat is het enige verschil. Nou, directeur, dat klinkt allemaal geweldig voor de komende periode. Ja, en er komen meer hoor. Dus er komt meer, ja. Maar dit is voor nu. Dat is voor de korte termijn en lange termijn. Dan zijn we nu al bezig om te kijken wat wij op de Mid-Atlantische route gaan doen. Was er misschien tot slot nog iets dat u wilde toevoegen? Ik ben sinds 1 september ben ik aangenomen en ja, I'm driven. Ik vind het leuk hier. De SLM'ers die geven me ook de volle ondersteuning. Alle SLM'ers vinden me heel erg spontaan en anders. Dus ja, ik vind het leuk hier. En zij vinden het ook heel erg, ze appreciëren het. En waardoor wij echt een heel goede team gaan worden en een heel andere SLM gaan zien. Ik denk al. Binnen nu in een paar maanden en van daaruit gaan we verder de groei in. Dat is het. Oké, dank u wel dat u ons te woord wilde staan. En succes verder. Dank u wel. Okay.